zijn we weer. Je hebt ons twee weken moeten missen. Maar gelukkig voor jullie, daar zijn we weer. Vandaag de gast, filmpjes maken, Sven. Sven, vertel wat over jezelf. Nou sowieso bedankt dat ik hier mag zijn, mannen. Ik maak video's voor FRFC, al een tijdje. Video die waarschijnlijk de meeste wel kennen is de video over het spandoek, megadoek, verhaal achter de tribunes. Verder ben ik nog wat andere filmpjes heb ik gemaakt en eigenlijk doe ik een beetje rond FRFC, een beetje dat soort dingen. De wedstrijd. Ja, ik denk dat die gasten gewoon strak van de spanning stonden. Gewoon, die wisten niet wat ze overkwam. Het was wel echt wel overduidelijk dat ze heel veel spanning hadden. Ja. Vond ik wel apart eigenlijk. Ja, als je ziet die bal van Vilena, die gaat natuurlijk, normaal gaat hij er niet in. Ja, nee. Dat kan niet. Waarschijnlijk, het is toch anders op de PlayStation als echt. Nee. Ja, die gasten hadden denk ik Manchester City alleen op de PlayStation gezien. Ja. Bij de opkomst, heel veel vuurwerk en heel veel meningen weer over wel of geen vuurwerk. Ja, ik vond het fantastisch. Ik vond het echt tof. Ja. Wel of geen vuurwerk, wat is dat nou voor vraag? Ik heb ook een opgelezen van iemand, die was niet zo blij mee. Ja, maar daar heb ik gewoon scheid aan. Ja. En we hebben een stuurgroep op de stip gehad, daar was je ook bij. Supporters overleg. Ja, dat was 75% of zo voor ongereguleerd en 100% voor gereguleerd. Dus ja, ik bedoel, die ene meneer die op internet een boos verhaaltje schrijft, ja, sorry, maar die moet zich maar gewoon schikken naar de rest. Wij, op de FRC-pagina krijgen we altijd echt, misschien dat jullie dat ook hebben, weet ik niet, maar wij hebben best wel veel clubs uit Europa en de rest van de wereld die onze pagina volgen, omdat fanatieke supporters zijn natuurlijk, en dan krijg je echt allemaal berichten over heel Europa van zo fucking vet, dat zie je nooit in de Champions League. Kijk, alleen bij Legia Warschau en bij ons. Ja. Ja, dus dat, ja, ik vind dat wel een beetje, het is wel bijzonder en het hoort ook echt bij Feyenoord, man. Als je jaren 70 en zo zag je al veel vuurwerk bij Feyenoord en vaak nog een stuk gekker dan nu. En ik vind dat wel... ik vind dat het wel gewoon echt wel bij hoort. Maar Feyenoord gaat er natuurlijk, daar zijn ze het niet zo mee eens. Is jullie ook opgevallen dat normaal hebben wij zeg maar hele toffe sfeeracties met vuurwerk. En dan loopt Feyenoord wel mee te koop met foto's die ze online zetten en van de sfeer. Niet, hè? Dit keer hebben ze alleen maar foto's online gezet, zonder het vuurwerk. Ja. Hadden ze dus weinig foto's daar zeker? Hebben ze denk ik wel van geleerd. Maar alleen, het is ook gewoon heel zuur als ik een stukje in de Feyenoord zit te lezen. Waarin staat dat als je met vuurwerk allemaal schade kijkt. En als ik een ander vuurwerk laat, dan... De kampioen DVD nog maar eens opzet. Ja, toch? Nee, maar ik vind het is wel goed dat je dat aansnijdt. Want ik vond dus dat precies wat jij zegt. Rond de kampioenswedstrijd hadden ze zonder enige schaamte fakkels, foto's in het stadion en overal. Prachtig. Ik kan niet, tuurlijk. Ja. Supermooi, weet je. En dat hoort er ook bij. Dus, maar kijk, dan moet Feyenoord gewoon 4 dagen lang een zwart beeld laten zien. En zeggen van ja, sorry, maar wij kunnen niks laten zien, want wij zijn tegen vuurwerk. Ja. En dat doen ze niet, weet je. Dus het is zo hypocriet als de neter. En ze verkopen het ook in de fanshop met foto's vuurwerk? Van niet. Ja. Kan je nog steeds kopen of niet? Dat weet ik niet, maar het is wel geweest. Ja, er is wel kritiek op geweest. Logisch natuurlijk, maar het is hypocriet. Ja, het is altijd een beetje hypocriet. Ja. Ze zijn er tegen, maar ze lopen er wel mee te kopen als het gaat om mooie foto's en dat soort dingen. Kijk, wat ze toffe fans hebben. Stel, Feyenoord krijgt eigenlijk 40.000 boete. Nee, joh, 40.000. Maar was het waard? 35.000. Ja, ik vind het wel waard. Als je kijkt wat ik voor het Champions League kaartje betaal. Nee, het is zo. We betalen 142 euro, 140 euro voor mijn paspoort. Als je uitgaat van een euro per kaart, dan zit je nog steeds onder de grens. Ja, is het waard? Ja, 40.000 euro is voor jou en mij echt heel veel geld. Ja. Maar voor een club waar een directeur 4 ton per jaar krijgt, ja, weet je, het is een maandsalaris. Is het toch nog veel geld, weet je? Voor jou en mij is het veel. Maar voor hun is dat voor je. Stuivertjes. Ja, dat is gewoon zo. Dat is lullig. Weet je, de meeste mensen begrijpen dat misschien ook niet, maar het is wel zo de feiten, ja. Iedereen heeft wekenlang die Champions League lied gezongen. Ja, zwaar masturberend voor de spiegel gestaan met de telefoon. Ja. Nou, ik kan je vertellen, ik heb hem niet gehoord tijdens de opkomst. Ik ook niet. Nee, ik heb ook helemaal niks van gehoord. Nee. Maar ik stond ook onder op Focus, dus... Ja, ik op X. Ik op U. Dat was meer kabaal als... Oftewel iemand iets heeft gehoord überhaupt over van het liedje. In het stadion. Er werd gewoon massaal doorheen gezongen, maar dan gewoon... Ja, bij ons in ieder geval. Ik heb in ieder geval echt... Ik verheug me er redelijk op. Ik hoorde altijd op tv. Ja. En ik dacht, nu komt het. Dus jouw Champions League ontmaagding. Mijn Champions League ontmaagding. Ja. Ik denk, nu komt dat. Ik denk, van ik uit wil. Ja, dat viel toch goed tegen ook. En ik heb hem gewoon niet gehoord. Nee. Keulen gisteren? Ja, ik vond het tof. 20.000 man in een andere stad. Aardig gek. We hebben met Feyenoord als steden overgenomen, maar 20.000, dat is wel echt... Ja, dat is wel aardig gek. Dat is wel echt gek, hoor. Ja, dat is wel aardig gek van die moffen. Zo. Ja. Van kikken. Keulen naar Napels. Mooi bruggetje. Mooi bruggetje. Ja. Ja. Ja.
Ja, dat wordt nog wat. Nee, worden er geen 20.000, denk ik. Nee, ik denk dat 2.000 al mooi zou zijn. Ja, ik denk dat er nog... Ja, een beetje. Maar je weet zelf toch? Jij hebt geboekt. We hebben er al 2. En je gaat toch? Ja, ik ga. Ja. Ja. Ik heb 200 euro als niemand terugkrijgt, want dat gaat ook niet gebeuren. Ja, ik bedoel... Wat moeten we hier nou van zeggen? Ja, wat verwachten ze in Italië? Dat is dom. Ja, dat, ik vind het dus eigenlijk heel erg dom. Want stel nou dat er eigenlijk ik weet niet hoeveel er zijn, stel dat er 2.000-3.000 man komen. En je zegt van joh, jullie komen het stadion niet, dan heb je ze allemaal in de stad. Volgens mij kan je ze beter in het stadion hebben. Ja, denk ik. Lijkt mij wel. Ja. Of ze zijn zo dom dat ze denken dat we nu zoiets hebben van, nou weet je, dan komen we niet. Ja, die Italiaanse boeman, daar hebben we het er vorige keer over gehad. Die had die liep te vertellen van ja, iedereen wordt teruggestuurd op het vliegveld. Maar ja, dat lijkt me niet. Hoe ga je dat doen? Ja, wij vliegen op Rome. Kijk, wij komen daar gewoon voor het Vaticaan en zo. Ja, het stuurt ons allemaal eens terug. Toerisme. Maar die zou ik ook wel eens willen zien van dit ook, ja. Ja. Dat is ook wel mooi. Ja. Of denk je dat Feyenoord een lijst door hebt gestuurd met iedereen die... Ja, maar Feyenoord weet ook niet wie er gaan vliegen. Nee. Nou, maar ze weten toch, nee. Ook... Nee, denk ik niet. Nee. Het lijkt me niet dat ze ons gaan terugsturen. Zou het kunnen dat ze daar Feyenoord alsnog dat ze een bak leeg houden voor ons? Lijkt me wel. 2000 was dat? 2001? Dat lijkt me wel. Ik weet eigenlijk niet, is dat uitvak in de verkoop? Kunnen we dat Het is niet verkochte kaarten. Nee, dus dat blijft leeg? Ja, dat kan niet anders dan. Dat het misschien gewoon een dreigement is geweest van joh, we zeggen dat... Mogen mensen thuis houden. Precies. Dat Rome was wel een chaos, weet je. Er waren 8.000 mensen, er gingen er maar 6.000 in het uitvak en uiteindelijk moesten er 2.000 in zonder kaart. En met kaart en mensen die helemaal niet naar binnen mochten, die moesten er ook in. Ja, was één grote Rome was één grote bende bij het stadion. Ja, niet dat het helemaal gesloopt werd of zo, maar het was chaos. Ongeorganiseerd. Iedereen moest er gewoon in. Dat sloeg helemaal nergens op. Dus dat ze nu gewoon om af te schrikken hebben gezegd van joh, krijg je kaart, zodat niemand meer gaat bijboeken. En de mensen die nu gaan boeken... Dat zijn gewoon fijn dat je er bent, hier heb je je kaartje. Dat is wel op zich wel een plausibel verhaal. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ze dat wel, weet je, op grond waarvan is sowieso dat we niet mogen komen, weet je. Ja. Ik vind het maar raar. Ja, ik kan het wel enigszins begrijpen. Ja. Maar we hebben het de vorige keer gezegd. Stel dat er geen vuurwerkbom in die fontein was gegooid. Dat ook, ja. En naar die ME'er, dat was ook wel een dingetje. Dat die vuurwerkbom... Maar dat was later, want het had niet gebeurd geweest, want die ME dat plein niet leeggelegd. Ja. Nee, dat is zeker waar. PSV, helemaal deze deceptie van afgelopen week. Denk je dat het heel veel invloed heeft gehad op jongens? Zelf zeggen ze van nee, maar... Ja, ik denk wel dat het een klap is. Maar ik denk ook weer, als jij die wedstrijd hebt gehad... En hoe City druk zetten, dat ga je zondag niet hebben. Nee. Dus in dat opzicht is het weer, je gaat wel een stapje terug. Maar je zag ook in andere dat wij heel veel druk zetten. Ja. En dat Heracles daar niet meer om begaan. Ja, eerste helft, hoor. Ik heb de samenvatting van PSV Heerenveen gezien, van Heerenveen PSV. En daar zit Heerenveen een beetje druk en PSV werd compleet overlopen. Ja. Het was echt gewoon amateurs wat ik gezien heb in de samenvatting. Ja. Dat kunnen wij ook. Ik denk ook oprecht dat wij niet gaan verliezen aan Eindhoven. Nee, dat denk ik ook niet. Ik weet niet of we winnen, maar... Ik denk niet dat we gaan verliezen. Ik denk wel winnen. En misschien wel met 3-4-0 ook nog wel. Ik ben wel blij dat die Lozano is geschorst. Want die heb er al 4-5 ingeschoten. Dat is toch. Maar dat was toch nog eentje geschorst, maar spuren. Nee, Lucadia, die is vrijgesproken. Maar goed, toch een van hun beste spelers dit seizoen die gewoon lekker in vorm is. Ja. Dat is toch mooi dat hij geschorst is. Ja, dat is maar beter. Maar voor je vervangen? Dat weet ik veel. Ik ken die gast toch niet. Dan vraag ik het aan jou. Nee, ik weet alleen dat hij geuze geschorst is. Verder weet ik niks. Ja, maar wel heel positief dat er heel veel kaarten zijn. Ja, 16-0. Dat is echt wel aardig. Maar AZ hebben ze ook. Ik zeg een overwinning dankzij de FLKG. Nul onze kaartengroep. Ja, dat is een positief ding in ieder geval. Ja, kijken of andere clubs volgen. Ja. Een Vitesse bijvoorbeeld. Bij NEC heb ik extra kaarten gehad. Afvaard heeft nu bij AZ het verzoek gegeven tot extra kaarten. Ja, bij zeg, weet je wat, als in die buffer vak waar alle fansupporters in getrapt worden als je in het thuisvak zit. Ik ben benieuwd naar afgelopen jaar. Dat is ook altijd een goede oplossing trouwens. Ja. Afgelopen jaar Vitesse was natuurlijk, dat liep natuurlijk redelijk uit de hand. Lachen. Dus het zou mooi zijn als Vitesse nu ook zegt, joh... Welke wedstrijd? Want het was bij allemaal... Nee, de competitie. De competitie was erger. De competitie was erger. Ja, maar bij de bekerwedstrijd was het echt overal knokken. Ja, oké, okay, maar bij de competitie... hadden ze het idee van, nu zitten ze... Nu kunnen we beter geen vechtpartij uitlokken. Nee, toen waren we echt veel, hoor. Toen waren het echt veel. Ja, dat klopt, ja. Dus misschien dat Vitesse nu ook zoiets heeft van, hey... Ja, goed. Dus ik misschien kijken ze. Kijk, ik vind sowieso, als ze slim zijn, iedereen weet, Feyenoord kan... het is wel vergelijkbaar met die Duitsers uit Keulen. Ja. Weet je, wij kunnen echt... Ja, echt makkelijk. Sterker nog... Bij de meeste clubs, als Feyenoord daar speelt, dan is het uitverkocht. En dat is een van de weinige wedstrijden in het seizoen dat het uitverkocht is. Ja. En dat komt dus niet omdat ze veel kaarten in één keer verkopen tegen Feyenoord. Dus ja, ik vind het gewoon een hele goede ontwikkeling. Het is ook als je het aantal incidenten ervan uitgaat dat iedere wedstrijd bij Feyenoord is ongeveer
een paar duizend fan supporters op losse kaarten zijn. Wat ik denk wel echt wel durf in te schatten dat het zo is. Ja, absoluut. Ja. En dan wel afzet tegen het aantal incidentjes wat er wel eens gebeurt. Dat is minimaal. Dat is minimaal. Dat is toch niks mee. Voor. Hebben we verder nog iets doms te lullen? Nee? Ja, kwart of vijf is kut. Dat is echt een vreselijke tijd, vind ik persoonlijk. Dan wel weer goed dat we dan meer tijd hebben om dit filmpje online te zetten. Eigenlijk is dit een hele positieve ontwikkeling. Ja. Dat en iedereen in de trein deze uitzending kan kijken. En dat wij de tijd hebben om het filmpje te uploaden voor kwart voor vijf. Ja, dan moet je dat wel halen, anders sta je echt voor lul, hè? Ja, ik ga mijn best doen. Dus als jullie het filmpje maandag zien, dan is het niet gelukt. Dat is niet gelukt. Nee, maar nooit meer, dat zeggen we niet. Tenzij het geluid weer helemaal kut is. Ja. Want, daar kunnen we nog wel wat over zeggen. Zullen we nog even wat over geluid zeggen? Ja, het geluid. De laatste keer vol enthousiasme aangekondigd dat het geluid opgelost was. Ja. Dat was het niet. Nee. Wie gaan we daar de schuld van geven? Nou ja, kijk, ik kan zeggen dat het mijn schuld was. Ik had beloofd dat ik het ging proberen. Ja, dat is niet helemaal gelukt. Ik zag de reactie en dacht ik, kut. Maar, vandaag, ik ga het proberen. Vandaag gaan we gewoon voor de tweede fase. Ja. Ja, spannend. Kunnen we nog wat van je verwachten qua video's? De komende tijd nog even niks. Behalve misschien af en toe een kleine video. Maar ik ben bezig met een jongen uit Parijs. Die heeft hij heeft geen seizoenkaart bij Feyenoord, maar hij probeert al zoveel mogelijk wedstrijden te gaan. Diehard Feyenoord supporter, heeft ook een bekend van Twitter. Ja, een Twitter-account heeft hij inderdaad. Komt ook een keer langs hier trouwens. Ja. Spreekt hij Nederlands? Nee. Ja, hij spreekt heel gebrekkig Nederlands. En hij fantastisch uitzending. Ja, dat wordt mooi. Hij spreekt goed Engels. Maar goed, ik ga dus... staat hier op de planning om naar Parijs te gaan. Een mini-docu over hem te maken. Van ja, wat, hoe komt nou bij dat die gozer uit Parijs zo'n lied voor Feyenoord heeft? Ja, dat is wel interessant. Ja. Dus ja, dat eigenlijk. Erik Rutte vertrekt binnen anderhalve week naar de KNVB. Wat vinden we ervan? Prima, lijkt mij. Ja, ik ga hem echt missen. Ja, nou, als kiespijn, denk ik.